kettle on. All right, I got shit down here. Got that here. Mooi. Wat dacht u eigenlijk van de Duitsers, van de bezetting? Ik vond het helemaal niet leuk, niet. Ze ontwortelen al het werk en al de levenswijze van de mensen niet in Duindorp. We leven er allemaal gelukkig en tevreden. Een vissersbevolking, niet? We hadden een vissershaven en zo. En op een gegeven moment dan komen ze ineens uit de lucht vallen. Dat gebeurde. Maar u heeft ook nooit overwogen om lid te worden van de NSB bijvoorbeeld? Zegt u? Heeft u ooit overwogen om lid te worden van de NSB? Oh, nee. Maar u was toch in de oorlog ook in Duitsland geweest? Ja, goed. Op de binnenvaart, ja. U was op de binnenvaart in Duitsland terecht? Ja. Hoe was dat gegaan? Weet ik niet meer. Absoluut weet ik niet meer. U weet toch wel? Nee, absoluut niet. Mijn broer was daar, mijn broer. Allebei werkte u op de binnenvaart? Ja. Meneer Heijer, u werkte samen met uw broer op een schip, hè? Ja. U was ook in Hamburg? Ja. In de oorlog? Ja. Ja, ik was ook in Hamburg. Hoe ging dat nou? Wat deed u op dat schip? Ja, varen. We moesten varen. Wij waren zeelui, dus we moesten varen. Ja. En dat schip, dat werkte voor de Duitsers ook, of niet? Ja. Wie werkte dan niet voor de Duitsers dan? Allemaal. Die werkte allemaal voor de Duitsers. Op een gegeven moment is er iets met uw broer gebeurd daar, ja. Hè? Ja. Wat gebeurde er? Nou ja, wat gebeurde? We lagen allebei in een hut. Ik onder, hij boven. En dan kreeg dat bombardement. Op Hamburg ben ik net uitgevlucht naar Voorschip. En daar heb ik onder de trap gestaan om te kijken of dat het stukken regende. Granaten en gesprongen granaten, stukken. Nou, en hij kreeg toen die brandbom tussen zijn heup heen. Waar ik anders gelegen had, had ik hem ook gekregen. Maar omdat ik er niet lag, kreeg ik hem niet. Ja, toen ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Toen ik een beetje lopen kon met een stokje, ben ik op de trein gezet en naar huis gegaan. En daar heb ik de bevrijding meegemaakt. Ik was dus thuis en toen ben ik opgepakt. Ja. Maar dachten ze dat u voor de Duitsers had gewerkt? Ja, voor de Duitsers gewerkt. Wat zeiden ze dan? Nee, dat was voor particuliere maatschappij in Rotterdam. Dat had niks met de Duitsers te maken. Maar die particulier, die reder, voer die soms voor de Duitse marine bijvoorbeeld, de kriegsmarine? Nee. Dat was niet zo. Niet dat ik weet. Nee, maar u bent in Duitsland terechtgekomen. En wat voerden ze daar dan? Ik weet niet eens wat voor lading dat was. Verbergers, ik weet, het is een lading kolen. Het waren van die Rijnhaakschepen. Van die Rijn op en afvaren, spullen. Dat is allemaal legergoederen die je daar vervoerde. Maar wij kwamen er niet aan. We werden gebombardeerd. Wij moesten dat schip gaan halen ergens in het binnenland. En we kwamen er in Hamburg aan. En toen werd er gebombardeerd. Dus we kregen geen kans meer. Toen was het afgelopen? Het was afgelopen voor ons, ja. En na de oorlog werd uw broer opgesloten, maar u niet? Nee, ik was daar nog niet. Ik was nog niet daar zo terug. Ik kwam later pas. En niemand heeft u ooit wat gevraagd verder? Nee. Ik werkte op dat kantoor, zoals ik gezegd had, aan het eind van de straat. En de bevrijdingsfeesten waren daar in de Hobbemestraat. En daar was ik mee aan het kijken en zo. En op een gegeven moment, bent u meneer De Heijer? Ik zei, ja. Maar even met u praten, ja. Twee verschillende mensen. Ik zeg, wie zijn jullie? Ja, van de ondergrondse. Ja, hou je wel vast voor een poosje. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Waarom? Ja, we denken dat je met de Duitsers hebt meegewerkt. Ik zeg, hoor, ik heb gewoon gewerkt voor mijn vrouw en kinderen en op de binnenvaart en zo. En ik begrijp niet waarom je dat... In ieder geval, ik kwam dan in Duindorp terecht. Gaas en prikkeldraad en hekken en daar was Duindorp. Daar waar ik geboren was. En gewoond had al de tijd.
Er was nu een interneringskamp. Ja. Je werd dan in huis gedouwd, in de Plevierstraat heb ik gewoond. Plevierstraat 91 of 93, de eerste etage. En die hoekwinkel daar was de uitdeelpost voor voedsel en andere dingen. Je ging in een werkploeg. En je kon kamerwacht zijn, je kamer schoonmaken. Ik was dan meestal kamerwacht, omdat ik had een zeer been. Ik houd me wel een beetje koest, dat ik niet veel hoefde te doen. Wel, dat begon natuurlijk 's morgens met iemand reed er door de straat of liep door de straat met een hoorn of een bel. Zodat je iedereen geïnterneerde wist dan dat ze uit bed moesten zijn en klaar moesten maken voor een appel. Maar ik doe het nog wel, alleen ik heb mijn kunstgebied, ik kan er niet meer op blazen. Maar daar moest u op blazen in Duinen? En dan moest ik militaire commando's, die had ik allemaal geleerd, bij het Nationaal Jongverbond. Dus als ik s'ochtends moest ik op tijd beneden zijn en dan moest ik reveille blazen. Tadaa. Nou, en dan de dokter, hij die rot is, kapot is voor de dokter. En, nou ja, en die wat zegt u? Hij die rot is? En of kapot is, die moet voor de dokter. Dat is een signaal, hè? Nou ja, enzovoort. U zat in de Plevierstraat 42. Ja, maar aannemen, ja, dat was een huis, hè, driehoog. En nou, er staat er geen ruiten in. Nou ja, je zoekt, je gaat met een club, laat me zeggen, nou, laten we zeggen, 10 man naar binnen. Nou, zoek maar een plekje. Nou, ik denk, weet je wat, dan ga ik gewoon omhoog zitten. Dan heb ik misschien nog zonlicht. Dus ik helemaal boven had ik een kamertje alleen. En ik was al gauw, dat is mijn aardweer, maar ik ben een versierder. Dus ik had in no time had ik ruiten versierd. En ik kwam een heleboel vrienden tegen en oude kennissen. En ik heb hele interessante mensen ontmoet daar. Daar heb ik hele gesprekken mee gehad. Daar heb ik veel van geleerd. U moest hier bij de buitenbewaking die mensen hier binnen zien te houden, hè? Ja. Hoe was de sfeer daar? Nou, in het begin was die erg gespannen. Omdat, ja, je was pas uit de oorlog terug. Je had alleen de thuis meegemaakt, die had geen eten, die was doodgegaan. En je had zelf geen prettig gevoel over je. Daarbij kwam dat de vrouw, die was ook nou niet direct Duitsgezind, omdat de broer in Buchenwalde had gezeten. Dus je stond ergens, ja, in een moeilijke positie tegenover de lui die er binnen zaten. Er waren foute Nederlanders. Ze hadden een hoop privileges gehad in de oorlog, wat wij niet hadden. En dat hebben ze van genoten. Dus ze creëerden straf voor ook. Ja, dat vind ik wel. Hier. Verklaring van Praag. Ja, uit dossier. Uit uw dossiers, uit uw strafdossier is dat? Ja. Dat is de mevrouw die u, die voor u gepleit heeft? Ja. Ik ben Jodin. Ja. En ben van oktober 42 tot juni 44 ondergedoken geweest. In die periode kwam ik meerdere malen op bezoek bij de familie. Al daar ontmoette ik meerdere malen Jan Twilhaar, destijds officier van politie. De schalk haar en wist de omstandigheden waarin ik toen verkeerde, doch hij heeft mij nooit verraden. Nou, dat is toch in ieder geval kort en krachtig, hè? Nou, klaar. Nou, zo kan ik er nog wel een stelletje op. Maar het, u zegt, u zoekt nog steeds rehabilitatie of genoeg. Ja, maar die krijg je natuurlijk nooit, dat weet ik wel. Laat me dan maar een beetje dertig, zeg ik dan. Was u in die periode nou pro-Duits of was u... Ja, meneer, laat me niet lachen. Tegendeel was wij. Wij wilden, ik ben opgevoed dat ik moest alles over hebben voor koning in de vaderland. En dan moet je jezelf wegcijferen. Maar uiteindelijk bent u als politieman in Schalkhaar terechtgekomen. Ach man, ja, maar dat is ook een verhaal. Ik ben naar mijn schoolhoofd gegaan, Tiemstra. En daar had ik een heel veel, in, heel veel mee op. Die man, dat was voor mij de autoriteit. Zeer koningsgezind ook. En die begeleidde mij dus toen en toen zei ik heb die relatie en voel je er wat voor om kadet te worden bij de Marche Chaussee.